Bijna iedereen kijkt er het hele jaar naar uit. De zomervakantie. Je kunt een vakantie zo duur maken als je zelf wil. Maar niet iedereen kan een villa op Ibiza huren. Of een appartement in Los Angeles. Daarom een top 5 goedkoopste vakantielanden. Nummer 5. Roemenië. Lekker goedkoop en je hoeft er niet de halve wereld voor over te reizen. Er is best wel het een en ander te doen daar. Zo is er een ondergronds pretpark in Salina Turda. Het pretpark vind je in een voormalige zoutmijn. Je vindt er onder andere een reuzenrad en een bowlingbaan. En in Boekarest vind je het zwaarste gebouw ter wereld. Je hebt er helemaal niets aan, maar het is wel opvallend. Nummer 4. Een nog goedkoper vakantieland is Litouwen. Men spreekt daar trouwens Litouws, Pools en Russisch. Is wel ideaal voor Litouwers dit trouwens. Het land verwelkomt redelijk wat toeristen tijdens de zomer. Maar de toeristische sector staat nog eigenlijk in de kinderschoenen. En dat is te merken ook. Je kunt er een kasteel bezoeken of relaxen in de natuur of aan een meertje liggen. Maar dan heb je het wel gehad. De grootste trekpleisters zijn oude kerken en oude gebouwen. Fijne vakantie. Nummer 3. Bulgarije. Dit land heeft redelijk wat te bieden. Zeker voor de liefhebbers van sterke dranken. Het alcoholpercentage in wijn en bier ligt er namelijk een stuk hoger dan in Nederland. En de koffie is ook een heel stuk sterker. Bulgarije is één van de oudste landen van Europa. Sommige steden bestaan al 3000 jaar. En wil je een ordinaire zuipvakantie? Dan is Sunny Beach jouw bestemming. Een soort van budgetversie van de Costa Brava. Nummer 2. Macedonië. In 1991 werd het land onafhankelijk. Het toerisme is nog erg in opkomst, dus de kans is groot dat lokale horeca, lokale ondernemers erg blij zijn wanneer ze je tegenkomen op straat. En deze gastvrijheid maken een bezoek aan Macedonië heel aantrekkelijk. Omdat het land nog steeds niet overspoeld is door toeristen, heb je nog echt het gevoel dat je iets bijzonders aan het beleven bent. Een warm welkom en, nog veel belangrijker, spotgoedkoop. Nummer 1. Albanië. Tegenwoordig vakantieland, maar dat is niet altijd zo geweest. Dictator Hoks heeft lange tijd toerisme verboden in het land. En dat is nog steeds te merken. De meeste toeristen komen uit Albanië zelf. De infrastructuur is niet geweldig. En bewoners spreken eigenlijk bijna geen Engels. Je vindt er vooral musea en een zeer lange kustlijn. Dus die anderhalve meter is daar makkelijk aan te houden. Albanië is het goedkoopste vakantieland in ons overzicht. En tot zover deze top 5. Wil je meer? Abonneer je op ons kanaal. Gaan we meer video's produceren. Stay safe. Peace.